Het hoofdstembureau Paramaribo heeft vandaag de laatste hand gelegd aan het proces ter afronding van de stemmingsprocedure in dit kiesdistrict. Op de bezwaren van de NDP is puntsgewijs ingegaan. Voor twee stembureaus, 185 en 186, is geadviseerd dat er opnieuw gestemd wordt op resortsraadsniveau. De processenverbaal zijn getekend door de leden van het hoofdstembureau en gebracht naar het Centraal Hoofdstembureau, CHS, voor verdere afhandeling. Het werk van het hoofdstembureau Paramaribo is hiermee voorlopig afgerond, zegt voorzitter Mike Nerkus tegenover onze nieuwsdienst. De procedure is dat we dan het procesverbaal gaan ondertekenen en dan wordt dat opgestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau met de originele processenverbaal met onder politiebewaking richting het CHS. De 13 dozen zijn daar met alle stem, met alle originele processenverbaal. Dus wij gaan nu over tot het tekenen en dan gaan wij dan over tot de orde van de dag. Het hoofdstembureau Paramaribo adviseert ook dat bij de komende verkiezing geen publiek wordt toegelaten bij het proces van vaststelling van het totaal aantal uitgebrachte stemmen op DNA, DR en RR niveau. Het stagneert en vertraagt het werk en brengt leden van het hoofdstembureau onnodig in diskrediet, vindt Nerkus. Hij benadrukt dat ondanks alle meningsverschillen het werk toch is gedaan. Meningsverschillen zijn er. Ik hoef niet eens te zijn met de voorzitter van OKB. De voorzitter van OKB hoeft ook niet eens te zijn met mij. Toch? But at the end of the day, toch? Is het ons toch gelukt als Surinamers om het werk te doen. Vandaar dat ik zeg, men kan een heleboel zeggen, maar te alo da buurman ide, je takwalo, talo kadif you. De is als je sa buurman ben ik mee. Dank u wel. Wat gebeurt er met al die biljetten hier in Nis? Oh. Die dozen moet u wijzen, waar die 13 dozen zijn. Ik moet wijzen, je gaat niet wijzen zijn daar. Je moet even volgen, dan ga je zien. Wat er gaat gebeuren, we wachten even op groen licht. Pas als alles vrijgegeven is van de andere instanties, dan kunnen we dan de stembiljetten gaan dan voor 5 jaar in berging. Dat is voor alle districten toch? En dan worden de kids ontmanteld en dan gaat het terug naar Bisa. En de stembussen gaan terug naar Bisa enzovoorts. En dan wordt dat alles opgeslagen. Voor de komende 5 jaar. De processen van Balwa de BCS opgeslagen voor de komende 5 jaar. Dus that's it. Voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkus. Het hoofdstembureau Paramaribo heeft vanmiddag in de Anthony Nesty Sporthal een openbare zitting gehouden ter afronding van de stemmingsprocedure in dit kiesdistrict. De verschillende politieke partijen mochten inzake de COVID-19 maatregelen slechts één vertegenwoordiger afvaardigen.